vierde en laatste sprint voor de TCR Benelux 2016 op het TT-circuit van Assen. Met startvolgorde uiteraard in functie van de uitslag van de derde sprint. Deze ronde start deze keer met Norbert Michelis en Tom Coronel die zij aan zij de eerste bocht ingaan. En ook daarachter wordt er serieus geduwd en getrokken. En daar is één rijder het slachtoffer van, Loris Hezemans in de zwarte golf. Die moet zijn wagen parkeren. We kijken nog even vanuit de golf met het nummer 52 wat er precies gebeurd is. Dubbel contact. En de stuurinrichting helemaal stuk. En ook Bas Schouten is helemaal niet tevreden, want ook zijn race zit erop. Ondertussen Michelis die een beetje wegrijdt van Coronel. Er is een strijd voor de vijfde plaats tussen Loris Cincetti in de Alfa Romeo en Benjamin Lecenne in de Honda Civic. Lecenne die een gaatje zoekt en dat uiteindelijk ook zal vinden. Kijk hier maar. Schuift hij mooi binnendoor en rijdt hij naar de top 5. Coronel die ondertussen de kloof met Michelis heeft gedicht en die de Hongaar onder druk zet. Kleeft op de achterbumper van de Honda Civic, maar Michelis heeft nog een troef achter de hand, stikt een tandje bij en zet zomaar het ronde record neer. Heel mooie prestatie van de Hongaar. Amaury Richard ondertussen een beetje eenzaam op de derde plaats. Strijd om de vierde plaats dan en Alexi van der Poelen gaat in de fout in de chicane, schuift rechtdoor, de grindbak door, verliest wat tijd en daar is Benjamin Lecenne die de vierde plaats pakt in de Honda Civic en die niet meer zal afgeven. Voorin ondertussen heel spannend, want kijk, dit is de laatste ronde en hier komt Coronel, remt heel laat, zit opnieuw vlak achter de Honda van Michelis. Twee wagens van hetzelfde team, al zien ze er niet zo uit door die Vaillant Art Car. Coronel wil deze overwinning voor eigen publiek natuurlijk. Laatste keer door de chicane, verdedigende lijn van Michelis. Coronel werkt op de exit van de bocht, komt langzij, daar komen ze richting streep en het is toch Michelis die het haalt met 46.000ste van een seconde voorsprong. There was some pressure. Ja, Tom heeft me wel wat onder druk gezet, ja. Maar ook in het midden van de race kwam hij heel dicht. Ja, het is heel spannend. Maar het is ook een beetje lastig altijd om een goed tempo aan te houden. Zeker als de banden wat koud zijn en de bandenslijtage ook wat omhoog gaat. Maar dit is hoe we racen. Dit zijn we hoe het gewoon zijn om te racen. We doen dat ook graag. Ja. Als je eerste ligt, dan wil je gewoon eerste blijven natuurlijk. Ik dacht, zal ik een risky move doen? Maar weet je, de auto's zijn toch van hetzelfde team. Dus ja, weet je, ik denk, nou, laten we elkaar maar niet raken. Ik weet niet precies wat een bumpertje kost. En ik ben als invité hier, dus laat ik geen schade rijden. Ik denk dat dat belangrijk was. Dat was inderdaad heel belangrijk. Mooie race toch wel tussen Michelis en Coronel. En we kijken nog even naar de uitslag van deze vierde en laatste sprintrace. De twee Honda-rijders dus gescheiden door 46.000ste van een seconde. Amaury Richard opnieuw mooi op de derde plaats. Benjamin Lecenne goed naar voren geschoven op 4. En Alexi van der Poelen op 5. We nemen er ook even de tussenstand in het kampioenschap bij aan de vooravond van de laatste meeting in Metzij. Maar niet vergeten, het slechtste resultaat moet nog worden geschrapt. Stefan Lemmerij heeft een comfortabele voorsprong, dat ziet u op Kortals en Capras. De Jonge en Dupont zijn opnieuw derde, maar vlak voor Poty en op 5 van de Poelen en De Leval. Laatste meeting van het seizoen van de TCR Benelux 2016 gaat door in Metzij het laatste weekend van oktober. En dat wordt uiteraard ontzettend spannend. Iedereen daarheen zou ik zeggen.